Hallo allemaal, voor de vijfde keer zijn we hier opnieuw in de PXL Music School in Hasselt, waar we samen met een Belgische pro-drummer wat dieper zullen ingaan op hybrid drums. In vorige edities hebben we al kunnen zien en horen waarom hybrid drummen zo essentieel is voor bijvoorbeeld Stefan Missegers bij Deus en Rijnzand, maar ook bij onder andere Claudio Arduini van Oscar and the Wolf. Dit zijn allemaal uiteenlopende muziekgenres waar het hybrid gegeven elk op zijn manier wordt ingevuld. Voor deze editie hebben we een afspraak met Bert Liebeert. En Bert is drummer bij het fantastische Goose, waar ook hybrid drums essentieel is voor het creëren van hun live sound. En hoe dit precies in elkaar zit, dat zien we zo meteen. Dag Bert. Hey Christophe. Alvast bedankt om tijd vrij te maken voor ons voor deze hybrid video. Graag gedaan. Bert, in de introductie van deze video heb ik jou uiteraard aangekondigd als de drummer van Goose. Daarvoor hebben we je ook gevraagd. Ja. Maar als ik me niet vergis, zijn alle leden van Goose zowat manusjes van alles, om het zo maar te zeggen. Ja. Ze doen verschillende dingen. En ik denk dat voor jou niet anders is. Dat klopt. In Kortrijk hebben we onze Safari Studios opgebouwd. En dat is eigenlijk het huis van Goose, waar we repeteren, alles opnemen. En dat is ook de plek waar we aan verschillende projecten werken. En dus ik maak ook soundtracks, ben producer. En we hebben eigenlijk allemaal wat nevenprojecten. Het lijkt me zeker ook een voordeel om ook in de producerszetel te zitten, hè, zoals je net zei. Ja. Ook bij Stefan Missegers is dat zo het geval, met wie ik de vorige keer sprak. Ik denk dat jullie de dingen een beetje kunnen bekijken vanuit een ander standpunt om jullie sound te creëren? Ja, dat is inderdaad een voordeel als je verschillende instrumenten speelt en ook andere bands produceert. Vind ik het een groot voordeel om eigenlijk niet een instrument als een individueel ding te zien, maar eigenlijk altijd in functie van het geheel te denken. Een drumloop kan heel basic zijn, maar als het aangevuld wordt met percussieve gitaren of zo, zeg maar iets, dan verandert de swing en ja, een simpele drumloop kan ingewikkeld lijken door het geheel van de track en van de andere instrumenten. En dat vind ik belangrijk. Om niet enkel te focussen op een instrument of bepaalde sporen, maar op het geheel. Bert, ik heb hier jullie eerste plaat, ja. Bring It On, uit 2006, mm-hmm. Alweer. Ja. Voor mij persoonlijk mijn favoriete Goose-plaat. Okay. Maar vermis dat dit jullie eerste plaat was. Mm. Als jullie die live brachten, speel je toen ook al hybrid? Wel, met de eerste plaat hebben we onszelf in de studio geen beperkingen opgelegd. Alles was mogelijk. We zijn toen enorm beginnen experimenteren met synths en drummachines. En toen dat die plaat uitkwam en toen dachten we, oké, nu gaan we live gaan spelen, maar we zitten niet meer een probleem, maar we moeten iets vinden om die dancey drummachine-sound ook live te brengen. En toen kwam al snel uit bij hybrid drums en eigenlijk gewoon kick en snare triggeren. De samples die we in de studio gemaakt hadden onder de kick steken en ik herinner mij nog goed de eerste PA-repetitie, dat onze mixer die klanken openzet. Het feit dat dat door de PA knalde, was voor ons van oké, dat is het. Ja, in de studio zijn we vrij, we kunnen dat vertalen naar live. Dus voor ons was echt wel de oplossing om dat te vertalen naar een live ambiance set. Ik heb hier ook jullie laatste plaat, Endless, yes. Dit jaar, 2022. Ja. Ook een geweldige plaat. Weliswaar met een iets andere sound toch dan Bring It On van daarnet. Er zitten ook heel wat jaren tussen, natuurlijk. Klopt. Maar over al die jaren heen zijn er dan ook dingen voor jullie veranderd? Een andere aanpak in studio of live? Ja, in feite, eigenlijk is er niets veranderd in die zin dat we in de studio ons geen beperkingen opleggen. Het is niet dat we zeggen, we gaan nu een rockplaat maken of een danceplaat. We gaan in de studio, we creëren en we zien hoe dat eruit komt. En bij deze plaat, zoals bij de eerste, is dat niet anders geweest, waardoor we in de studio eigenlijk geen beperking hadden. Het enige verschil dat ik zou kunnen zeggen, is dat we met de eerste plaat vooral drummachines lieten lopen en dan daarboven wat live hi-hats of crashen om het zo wat levendig te maken. Terwijl we bij de laatste plaat eerder live drumtakes deden in de studio, een volledig gemikte kit, en dan achteraf gelayerd hebben of sound replaced met extra samples. En
En live is er op zich ook niet veel veranderd, behalve het feit dat er wat nieuwe samples bijgekomen zijn en dat zij wat opdringden dat er meer mogelijkheden nodig waren. Ja. Wat gebruikte je trouwens als elektronica in het begin? Ten tijde van Bring It On? Dan? Ja, in het begin was dat een TMC6. Dat is eigenlijk een trigger-to-midi-converter. Ja. Die ik dan met mijn triggers en pads stuurde naar een aparte sampler. Mm-hmm. Maar die had maar 4 uitgangen. En dan nu gebruik ik de TM6 Pro. Uh-huh. En het voordeel daarvan is dat ik 6 uitgangen heb. En ook het feit dat ik eigenlijk onboard op de machine zelf instant kan een klank veranderen. Brighter of niet brighter. In de PA-repetitie vroeger was het geregeld dat de front-of-house mixer zei van ja, die snare kan je hem iets brighter maken. En dan moest ik eigenlijk weer in de studio of op mijn laptop de sample hermaken. Ja. Terwijl dat ik nu gewoon instant kan brighter maken. Ja. Hup. Naast de TM6 Pro en de akoestische triggers waar je het over had, gebruik je nog andere spullen? Ja. Inderdaad, mijn snarepad is de PD-128S. En die gebruik ik eigenlijk als dubbele pad, omdat het veld, middenkant en de rim zijn eigenlijk 2 aparte triggers. En dus voor sommige nummers gebruik ik de basissnare in het midden en dan interframe bijvoorbeeld sla ik op de zijkant voor een extra snare. Daarnaast, naast mijn gewone kick-trigger, staat er ook een KT-10 om in bepaalde nummers in de breakdown of zo een extra basrum te gebruiken. Ja. En dan de pads die links van mijn hi-hat staat, is een oude Roland, ik denk PD-31 of zo. Ja, zou kunnen. Die ziet er gewoon fantastisch uit. Het is zo'n 80s oldschool driehoek en de looks zijn soms ook... Het hoort ook wel wat bij Koen. Voilà, ja, het is dat. Wat is jouw kijk in het algemeen eigenlijk op hybrid drummen? Ik denk dat het niet voor alle genres is, maar dat hoeft ook niet. Maar wat ik wel belangrijk vind, zeker bij ons met Goose, is dat het niet inboet in menselijke groove. Wat ik belangrijk vind, is dat het niet te quantized klinkt. In de studio zijn alle mogelijkheden voorhanden om zelfs live takes van akoestische drums rete strak te krijgen. Maar wij vinden het belangrijk dat er een menselijke swing in zit. En dus is het eigenlijk vooral een klank dat je verandert, maar niet de performance van de band, omdat we... Ja. Of van eigenlijk een rock and roll band zijn. Je gaat zo meteen de studio in, Bert, om een aantal Goose tracks te spelen en uit te leggen wat je daar eigenlijk precies bij doet. Ja. Uit nieuwsgierigheid, welke tracks? Omdat mijn drum setup gebaseerd is op mijn live setup, heb ik gekozen voor 2 live tracks. De eerste is Control, van onze derde plaat, Control, Control, Control. Het tweede nummer is Fear of Letting Go, van onze laatste plaat Endless. En dan eindig ik met een albumversie van Bring It On, van de eerste plaat, die ook Bring It On heet. Oké. Okay. Om af te sluiten, Bert, wat zijn nog de plannen voor jou, voor Goose? Van alles. Zien we dat er op ons pad komt van projecten. Voor Goose gaan we stelletjes aan nummers beginnen maken voor een nieuwe plaat en repeteren voor een Europese tour in het voorjaar. Daarnaast met mijn soloproject Bee, een release op Boys Noise die uitkomt. Daarnaast is er ook de soundtrack dat ik voor Zeline gemaakt heb die uitkomt. Dus heel wat leuke dingen. Goed, Bert, we gaan naar de studio. Oké, let's do it. All right. Yes. Hallo, hier zijn we dan in de studio en hier staat mijn setup, mijn live setup. Zoals je kan zien, redelijk basic. Het akoestische gedeelte is hi-hat, crash en ride. Tom Floortom. Het elektronische deelte is het kloppend hart is de TM6 Pro, waar we al onze samples in steken. Als pad voor claps en samples is dat PD-31, een oldschool 80s pad die er gewoon vrij goed uitziet. De snare, de PD-128S. De kick, zoals je kan zien, is een akoestische kick, maar die wordt getriggerd en eigenlijk enkel het elektronisch signaal wordt gebruikt. Daarnaast heb ik ook nog de KT-10, een tweede kick, naast mijn gewone pedaal om in breakdowns of in andere stukken van de nummers een gefilterde versie van de kick te gebruiken. En dat is het zo wat. Het eerste nummer is Control van onze derde plaat, die ook heet Control, Control, Control. Het is een live track. En in dit nummer gebruik ik de 2 verschillende hoeken van deze pad. Een clap en een oldschool Simmons tom. Door een paar analoge delays. Ik weet niet meer wat er exact gebeurd is, maar die klinkt zo. En een snare. En de kick is een combinatie van een attack kick van een vintage drummachine, gecombineerd met een subkick. En dat is een korte 808. En het eerste deel van het nummer speel ik op mijn clap, het tweede deel op mijn snare. En het gaat als volgt. The step out of me. Can you feel it? I feel alive. The step out of me. Here we go.
Het volgende nummer heet Fear of Letting Go. Ook een live versie. Dat is een nummer van onze laatste plaat, Endless. Zeker checken. En in dit nummer gebruik ik mijn tweede kickpedaal, de KT10, omdat er in de breakdown een gefilterde versie van de kick voorkomt. Dus dit is de gewone. En dan de gefilterde. Ook trigger ik een drumfill. Ik zal die eens laten horen. En dan speel ik daarboven voor een double faced effect. Soms is less more en soms is more more. En dit is zo'n geval. Het derde nummer heet Bring It On, de studioversie van ons eerste album, die ook Bring It On heet. En dat nummer is eigenlijk een redelijk basic groove. Ik gebruik dezelfde kick samples. Snare is dezelfde snare is, maar iets hoger gepitcht. En op mijn pad zit er ook een basdrum. Omdat er op het einde van dat nummer zit er een stuk in waar dat de basdrum verdubbelt. Vandaar dubbele basdrum. Maar ik kan dat niet spelen. Zelfs met een dubbele basdrumpedaal heb ik dat geprobeerd. Dat lukt mij niet. Dus heb ik een truc gevonden om dus voet en hand af te wisselen om zo'n dubbele basdrum effect te creëren. Voilà, dat was het. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Dit is hoe ik werk bij Goose. En misschien tot de volgende keer. Zo, dat was het weer al voor deze ondertussen vijfde video over hybrid drummen. Ik zou hierbij nog heel graag PXL Music School bedanken voor hun medewerking. En uiteraard Bert, Liebert en alle gasten van Goose. Tot de volgende.